die heel goed gedaan is met een bal die dan tussen de lijnen gespeeld wordt. Twee mensen gaan naar dezelfde speler, naar de buitenkant. Wordt geopend naar Izquierdo en individuele kwaliteit maakt het verschil vandaag. En een beetje spijtig dan met een verdediger van de Driessen nog raakt, want anders denk ik dat de volgende nog heel dicht gaat bijkomen. En daar staat er 1-0 in het krijt. En ik denk als je als ploeg voorsprong kan pakken, dan dat je inderdaad ver geschoten bent om die match dan te gaan winnen. En we hebben nog even geprobeerd. We hebben ze nog echt toch onder druk kunnen zetten. En ja, de bal heeft dan niet juist gevallen om dan ook nog te kunnen scoren. We kwamen moeilijk uit de druk. Dat was vooral een beetje het probleem vandaag. En dan ben je toch afhankelijk van de mensen die achteraan de beslissingen nemen om de passes te gaan geven. En ja, ik vond dat die lange ballen van Rozingaal vooral eerste helft recht op recht veel te gemakkelijk was om te verdedigen. Dat heb ik dan ook gezegd. Ik denk dat we de tweede helft iets meer initiatief hebben proberen te nemen. En zeker nadat we dan achter stonden, moesten we wel lennen. Dus ja, we hebben nog altijd. We dromen er nog van en we hopen er nog op. Dus we hebben nog altijd werkpunten.